Hi. Mensen vragen vaak aan mij, Jennifer, hoe moet je nou eigenlijk een afwasmachine inpakken? Hoe moet het nou eigenlijk? Kun je ons vertellen hoe jij dat doet en wat de tips en tricks zijn? Hoe het makkelijker kan en fijner en hygiënischer? Nou, nu is het zo dat ik gedurende de dag steeds dingen in mijn afwasmachine zet. En dan kan ik natuurlijk een soort timelapse video maken, hè, omdat ik dat aan laat staan en dat laat zien. Maar dat lijkt me niet zo heel praktisch. Daarom heb ik het toch even met schone afwas gedaan. En laat ik jullie eventjes helemaal zien hoe het werkt. Nu is het zo dat heel veel mensen heel veel verschillende afwasmachines hebben, snap je? De ene afwasmachine is de andere afwasmachine niet. Dus dat is een complicerende factor. Waar het niet dat ik wel in algemeenheden, in abstractheden kan praten hierin. En je toch mee kan nemen op het reisje van het inpakken van de afwasmachine. En wat een reis is dat? En ik zeg altijd, de reis is belangrijker dan de bestemming. Of niet dan? Ja toch? Nou dan. Goed. We gaan beginnen. Ik laat jullie zien hoe mijn afwasmachine eruit ziet en hoe je het eventueel kan toepassen op je eigen wasmachine. Afwasmachine bedoel ik. Wasmachine kom ik een andere keer op. Hey, ga je mee? Zoals je ziet, check ik eerst even of de rekken goed functioneren en daarna inventariseer ik de ruimte in de afwasmachine. Toi, 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 hè? Hey, zet hem op, hè? We gaan dit doen. Jij kan het ook. Ik weet het zeker. We nemen dit stappenplan door en jij kan het ook. Je gaat het leren. Je gaat het leren. Nu is het tijd om het bovenste rek te vullen. De kleine spulletjes gaan op de kleine plekjes en de grote spulletjes op de grotere plekjes. Zo zie je snel waar er nog plek is om nieuwe spulletjes neer te zetten. Zeg maar na. Ik ga het leren. Ik ga het leren! Nu is het onderste rek aan de beurt. Een tip is om allezelfde soort spulletjes bij elkaar te zetten. Bijvoorbeeld de borden. Zo zet je ze straks weer snel terug in de kast. En nou denk je misschien, Jennifer, ja maar als jij het doet ziet het er zo simpel uit. Maar geloof mij nou maar, als je een beetje oefent heb je het heel snel door. Oefening baart kunst. Tot ziens!